Hallo allemaal, dit is één gedeelte van de Laxbach. U ziet wat een geweldig groot water dit is. Echt niet. Hier heeft vroeger een sluisje of zo gezeten. Kijk, en hier vis ik in. En dat gaat best goed. En het mooiste is, de ijsvogeltjes zijn ook komen buurten. Dus ik ben helemaal blij. En we gaan even proberen een forelletje te vangen. Gaat mooi. Ik hoop dat het in de duisternis nogal wel een beetje te zien is. Maar dit is de Laxbach. Waar ik dus in het vissen ben. En over het algemeen ook vrij goed vang. Misschien even weer een lijf aanbeet. En anders doen we dat gewoon later. Maar dit watertje, wat nu hoger staat door de vele regen die gevallen is, of vele regen. Kijk, daarachter loopt hij door. Valt ook wel weer mee. Maar hier vis ik dus in. Heerlijk. Gewoon met een rietpennetje, dobbertje. Kijk, en verderop zie je weer een stroomversnelling. Dus ik vis van stroomversnelling naar stroomversnelling. Om te kijken, ken ik nog wat forelletjes aan de vindingkomen. Oké, dit wordt een poging om een lijf aanbeet. Ja. Dat was heel erg snel, dat was ook niet de bedoeling, maar goed. Dit zijn ze. Kleine
week vrullen. Hoe fiets ik hier? Met een camera tussen mijn tanden. Rietpen. 50 centimeter onderlijn en een pier eraan. Voelen. Draaien, snoer geven. Draaien. Voelen. Tok. Kijk. Dat gaat heel eenvoudig. Ik hoop dat het allemaal een beetje te zien is. Daar komt hij al. Niet achter die stenen. Kijk, en zo. Pak je twee vrolijkjes. Dit is dus Laagsbach, weer een ander gedeelte waar ik heerlijk aan het prellen vind. Want ja, weer een stroomversnelling, daar ga ik straks heen. Hier een stroomversnelling en daarom de mocht weer. De beek is een beetje rustiger geworden en maar 7. Ben je aan het filmen van je vrouw? Oké, u ziet dat de snoer van mijn hengel loopt. Ik doe nou de molen maar dicht. Goed als ik ook een stukje krijg. Dit is hetzelfde stukje Laagsbach waar ik gisteren gevist heb in de avond. En ik hoop het nu te laten zien met een beetje daglicht. Hoe mooi het hier is. Echt heel mooi. Prachtig stukje water. Het is weer helderder geworden door dat we even een paar. Nou ja, we hebben nou een vandaag. Vanmorgen hadden we de regen, nu niet meer. Vanmiddag niet meer. En het is nu 5:15. Dus al een paar uur geen regen. Mooi. Vrulletjes zijn niet zo bij de graag als normaal. Waarschijnlijk omdat het water weer helder is geworden. Maar ik vis dus van de ene stroomversnelling naar de andere stroomversnelling. Kijk, daar heb je er weer een. De watertjes ertussen. Die zitten mooi vol. En wat me dolle. Ja. Oké. Grommeltjes vangen in de Neckar. Nummer 1.
nummer 2. En ik vis met 150 gram lood, de rest blijft niet liggen. Nummer 3. Nummer 4, en ik zal je straks de schepper even laten zien. Komt u maar even mee. Dit is het resultaat van nog een half uurtje grondeltjes vissen. Ongelooflijk.